is een man-vrouw-maatschap. Bestaat dus uit man-vrouw. En we hebben één vaste medewerker, nog wat losse jongens. Dan komen we naast de melkveehouderij, hebben we nog grondverzet. Het bedrijf bestaat op dit moment tot 180 melkkoeien. Ik krijg heel vaak de vraag van waarom heb je niet gekozen voor de melkrobot? Door het grondverzet waar we daarnaast hebben, en werkbaar met personeel, hebben we melkers. En toen hebben we eigenlijk gezegd van, nou ja, voor ons is qua type bedrijf, persoon die ik ben, of wij zijn, maatschap, is een buitenmelker de beste plek voor hier op onze bedrijf in plaats van een melkrobot. Gekozen voor de buitenmelker in plaats van een binnenmelker is dat je de oppervlakte van een buitenmelker en een binnenmelker dat je meer kunt koeien kunt melken in de buitenmelker. Een andere reden is waarom we voor gekozen hebben voor buitenmelker is eigenlijk die beugels wat je hier ziet. Als een koe aftrap heeft of lage productie, dat je weer wilt zien op de plek waar je staat te melken. We hebben gekozen voor het veerstandse melkstal. Dat is de reden omdat één persoon moet kunnen redden. We hebben de koevoeding en dergelijke zo dat we met opdrijven dat één persoon zijn eerst opdrijft en daarna gaat melken. We melken ze af en toe wel met twee personen, maar hoofdzakelijk eigenlijk met één persoon. De capaciteit, op dit moment zit op 150 koeien in het uur. We zijn nog lerende. Ik ben ervan overtuigd dat die capaciteit nog een stukje naar bovenin kan. Als we alle koeien gehad hebben, we hebben er 160 aan de melk. De laatste koe op het platform, daar gaat de platform spuit aan en zoals de laatste koe eraf is, zijn we nog 10 minuten bezig om verder schoon te maken met de melkstal en zijn we met anderhalf uur hebben we het hele melk gebeuren gedaan. Hier zijn we op de melkersplaats, hier de touchscreen waar we eigenlijk de controle over de koeien hebben als ze wegdraaien. Hier kunnen we eigenlijk ook alles op zien, de liters melk, als er wat meer aan de hand is. En praat tegen je, dat is mooi tegen je, dus als er lage productie is, je kunt rustig doorrusten. Op dat moment kun je direct op het beeldscherm kijken. Ze geven kleurtjes aan, als er geel is, lage productie. Als je hem even moet hebben, wil separeren, kun je erop drukken en je kunt hem op separatie zetten. Een ander mooi ding is deze melklauw. Hij is hartstikke licht. Dat was een van de vereisten van ons dat melklauw licht is. Zware melklauwen, dat gaan we volgens mij volhouden. En wat dat betreft zijn we heel blij met deze melklauw. De E300 waarom we daarvoor gekozen is de inloop van de 75 graden. Dat was een vernieuwing. Dat heeft ons betekend om voor de E300 te kiezen. De inloop, bewijst zich nog dat het gewoon goed gaat. En de doordraaibeugel die verbeterd is. Dat zijn wel de drie hoofdpunten waar we eigenlijk voor gekozen hebben voor de E300. De ervaring met de E300 zijn, ik moet zeggen, gewoon uitmuntend. De koeien, zeggen we, waren er wel eerder aan gewend dan de boer zelf. Het is een Delco-systeem. Een Delco-systeem waar ook de activiteiten meter, waar we sinds kort ook mee werken. Wat je hier ziet, zeg maar, zijn koeien die attentie staan die geïnsemineerd moeten worden. Of dat ze laten zien dat ze activiteiten of verhoogde activiteiten hebben. Op dit moment is het zelfs zo dat als de koeien die geïnsemineerd mogen worden, meer dan twee blokjes, die worden automatisch gesepareerd. Daar zijn we in principe hartstikke blij mee. Wat ik al een keer aangaf, doen we grondverzetten bijnaast. En op deze manier hebben we zeker, als de koeien in de separatie ook staan, hebben we zeker dat we even moeten checken en dat die koeien ook geïnsemineerd worden. En als het belangrijk is, natuurlijk wel dat ze op tijd bij moeten komen. En voor de rest gebruiken we Delco natuurlijk ook voor de hele melkstal, voor je melkgift en dergelijke. Ik geef zo'n camera als er hoge glijbaarheid is. Koeien heb je beter in zicht en in controle. De keuze voor de Laval is eigenlijk heel simpel. We hebben al meerdere dingen van de Laval hier in de stal, ook naar andere merken gekeken. Heeft een tijdje in de koelkast gezeten. We zijn voor een jaar terug zijn we weer bezig gegaan. Toen ben ik naar Alfa Melktechniek, wat voorheen de Laval was. Ben ik heen gegaan. Ik zeg, als jullie nou een mooie prijs neerleggen, jullie hebben al heel veel producten hier zo op het bedrijf. Ik zeg, gaan we gewoon nergens heen, dan gaan we kijken of we met elkaar eruit kunnen komen. Ja, ik moet zeggen dat Alfa Melktechniek uit Lemmerveld heeft dat naar onze tevredenheid zeker gedaan. Vandaar ook dat hier nou in ieder geval een buitenmelker staat.